Zal ik het nog één keer doen? Welkom bij Climax. Goed dat je kijkt. Je vindt ons elke zondag om 1 uur hier op YouTube. En in Climax gaan wij elke week op pad om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van seks en drugs te onderzoeken. Met vandaag in de aflevering... microdosen met truffels. Yes. Ze liggen hier. En dat is op zich niks nieuws. Het is al een tijdje een trend. Vooral in Silicon Valley wordt het steeds populairder. Maar onze eigen Jamal heeft vanochtend zijn laatste dosis truffels genomen. Ja, een ontbijtje met paddenstoelen. Heerlijk. Je bent gewoon high. Ja, on the job. Ja, ja. Nou, microdosering neem je eigenlijk hele kleine hoeveelheden psychedelica tot je. En je zou er productiever, creatiever en meer energie van kunnen krijgen. Of dat zo is, daar gaan we zo meteen achter komen, want Jamal heeft het geprobeerd. En we gaan op zijn maand reflecteren met microdose coach Hidde Schreuder. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we het eerst even hebben over de stelling van vorige week. Oh ja. We vroegen jullie namelijk of jullie minder zijn gaan feesten nu het alcoholverbod vanaf 8 uur 's avonds geldt. En 56% van jullie zei nee. Wat betekent dat jullie eigenlijk nog steeds gewoon feesten, ondanks de maatregelen? Maar het valt me nog mee. Ik dacht eigenlijk dat gewoon, ja, dat wel 80% van de jongeren gewoon op hetzelfde ritme doorgaat. Mm-hmm. Nou ja, ik weet ook niet in hoeverre iedereen helemaal eerlijk is geweest. Dat is waar. En dan gaan we door naar de comments, want die waren er ook in overvloed. Vincent G zegt, ik denk dat een avondklok meer zou doen, maar die moet dan wel gehandhaafd kunnen worden. Ik vind het woord avondklok wel een beetje scary klinken of zo. Dan denk ik gelijk Tweede Wereldoorlog. Maar zou dan ook het luchtalarm afgaan om 8 uur 's avonds, dat dan iedereen zo... zo binnen moet blijven vanaf dat alarm? Zijn wel plekken. Ik zag wel filmpjes voorbij komen dat er echt zo'n... Ik weet niet, het is toch een beetje eng? Ja! Maar goed, dan gaan we door naar de volgende comment, want Sarah Relize Meijer, die zegt dat er vroeg wordt ingekocht en dan gaat het feest gewoon thuis door. Ja, maar dan dat blijkt dus toch dat die 56% dat die dat... Nee, wacht, laat maar. Ja. Ja, nee, klopt. Nou goed, dan over het microdoseren met truffels. Jamal, jij hebt vandaag je laatste microdosis genomen. Ja, ik heb vanochtend de laatste dosis genomen. En hoe voel je je? Ja, goed, energiek, blij. Oké, okay, dat klinkt positief. Ja. Je ziet er ook super blij uit. En ja, hoe is het allemaal begonnen? Wat verwacht je van de maand? Hoe heb je het aangepakt? Nou, eerst was ik eigenlijk best wel bang, want ik had natuurlijk nog nooit wat genomen. Ja. Behalve een jointje en een drankje. Maar ik ben dus begonnen met 1 gram. En nou ja, die neem je dan 's ochtends op een lege maag. Vervolgens laat je er 2 dagen tussen. Na die 2 dagen neem je weer een dosis en zo laat je dat dan elke keer 2 dagen tussen. Maar dit is wat ik heb gedaan en dat is voor iedereen wel weer verschillend. En dat heb je allemaal al gevlogd? Ja, een maand lang. Oh mijn god. Ja. Ja, en hoe dat eruit zag, dat kan je niet zien. Het is zaterdagochtend en ik ga beginnen met mijn eerste microdosering. Ik geloof niet dat ik helemaal ga trippen, maar... we gaan het gewoon proberen. Ik moet 1 gram in gaan nemen nu. Oh, het smaakt eigenlijk helemaal niet zo vies. Nee, wat doe ik mezelf aan? De eerste dag zit erop. Ik heb eigenlijk helemaal niets gemerkt. Geen effecten of iets. Ik heb in ieder geval zitten stressen om niets, denk ik. Het is zondag, de 2e dag na mijn microdosering. En ik heb vanochtend dus niets genomen, want... je moet er altijd 2 dagen tussen laten. En deze dag ging eigenlijk best wel goed. Ik heb niet veel gemerkt. Ik ben denk ik wel wat productiever als normaal. Ik heb mijn kamer schoongemaakt. Het hele huis gestofzuigd. Ik heb alle keukenkastjes schoongemaakt. Ik heb 3 wasjes gedraaid en opgehangen. Het was een chill dagje. Ik heb genoeg gedaan. Dus deze geef ik een 8. Het is echt veel te vroeg gewoon. De afgelopen dagen heb ik eigenlijk niet veel gemerkt. Ik had het ook heel druk. Dus misschien heb ik het daardoor beter volgehouden. Oké. 1 gram. En dan gaan we maar aan het ontbijt. En de vorige keer dacht ik dat ik niets ging merken. En toen voelde ik ineens wat. Dus daar schrok ik eigenlijk best wel van. Nou, ik kreeg heel veel tips van mensen van ga naar het park of naar een bos. Als je bezig bent met je microdosering. Ik loop hier nu dus al een half uurtje door dit park. Ja, het is niet heel bijzonder of zo. Ik heb niet meer kleuren gezien of zo, of dingen intenser ervaren. Het is eigenlijk een beetje een normaal parkbezoekje. Oké, we zijn net klaar met het opnemen van Climax. Heeft iemand iets aan mij gemerkt? Wel met 1 hele goede vraag, helemaal aan het einde. Zijn 1 hele goede vraag. Komt normaal nooit met goede vragen. Dus ik ben misschien wel iets scherper. Maar en ik vond ook vanochtend toen je binnenkwam heel vrolijk, gewoon heel... ja, maar dan komt omdat ik een jointje heb gerookt. Nee, grapje.
Ik dacht, laat ik een wijntje inschenken na deze lange dag, maar nee. Op de bijsluiter van de microdosering staat dat ik dus geen alcohol mag drinken. Ik ben nu een aantal weken aan het microdoseren en ik moet zeggen dat ik me niet heel veel anders voel. Dus ik ga even checken of dit allemaal de bedoeling is en of dit de juiste dosis is, want ja, misschien moet ik wel iets meer nemen of ja. Het is ondertussen dag 22 van mijn microdosering en ik ga mijn dosis verhogen naar 1,5 gram. Nou ja, eigenlijk om te kijken of ik dan wel echt een verschil ervaar. Dit is wel in goed overleg geweest met een expert. Dus verhoog niet zomaar je dosis. Laat mij dit uitproberen en dan zie je de resultaten later. We zijn nu 1/2 uurtje verder nadat ik de 1,5 gram heb genomen. En ik moet zeggen dat ik me veel energieker voel. Veel vrolijker. Ik heb zin in deze dag. We zijn nu dus een rondje aan het fietsen. Door het park. En ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel rustgevend is. Normaal haat ik fietsen echt, maar nu is het wel chill eigenlijk. We zijn er. Ik heb een paar kilometer gefietst en het ging eigenlijk beter dan ik dacht. Ik dacht nou, ik zal op een gegeven moment wel moeite krijgen, want ik ben niet zo'n sporter. Maar het ging eigenlijk verrekte goed. Ja, Jamal, ik zie je wel echt in de video steeds vrolijker worden. Ja. Maar op een gegeven moment ga je ook van 1 gram naar 1,5 gram. Ja. Waarom heb je de dosis verhoogd? Nou, ik ben begonnen met 1 gram. En ik merkte eigenlijk in die weken dat ik soms wel iets productiever was. Of dat ik iets energieker was. Maar ik twijfelde of dat nou door de microdosis kwam. Ja. Gewoon vanuit mezelf. Dus daarom dacht ik, ik ga in de laatste week mijn dosis nog verhogen. Wel een goed overleg, want het moet wel allemaal veilig gebeuren natuurlijk. Maar die heb ik dus verhoogd. En ja, toen merkte ik wel dat ik gewoon meer effect voelde. Dat ik gewoon vrolijker was, nog productiever. En ja. En toen wist je wel echt zeker dat dat door die microdose kwam? Ja, ja, nu voel ik het wel echt. Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Maar eerst Hidde, goed dat je er bent. Ik wil even een poll opgooien, namelijk microdoseren om je beter te voelen is onzin. En Hidde, jij bent microdoseercoach, zeg ik dat goed? Ja. Microdose jezelf ook? Ik heb toevallig vanochtend een microdose genomen. Hey, gezellig! Speciaal voor de uitzending. Maar komt het vaak voor dat mensen die voor het eerst beginnen met microdoseren eigenlijk weinig voelen? Ja, het komt wel eens voor. Belangrijk is dat je op zoek gaat naar jouw perfecte dosis. Het wordt ook wel de sweet spot genoemd. En vanuit daar ga je dan door met microdosen. En hoe heb ik nu dan je mijn sweet spot gevonden? Ja, jij zit op 1,5 gram en je zegt dat je de effecten niet zozeer merk dat er geen visuele verstoring optreden, maar dat je wel voelt dat je wat scherper bent en wat blijer bent, dan zou ik zeggen dat je je sweet spot gevonden hebt. Nice. En? Is het sweet? Ja, pretty sweet. Maar zitten er ook gevaren aan? Is het bijvoorbeeld verslavend? We hebben het liever over risico's. Ja. En die zijn er zeker, vooral in combinatie met andere medicatie, zoals tramadol en lithium. Het is geen goede combinatie. Als je een angststoornis hebt, behalve een sociale angst, daar schijnt het juist weer goed voor te zijn. Mensen die last hebben van schizofrenie of psychose gevoelig zijn, ook niet aan te raden om te gebruiken. Nee, want dan kan het misschien juist triggeren, zo'n episode. Ja. Oké, en nu deze maand erop zit, zou je dan zeggen het experiment is gefaald of geslaagd? Op het begin dacht ik nog, ik weet niet, maar ja, nu dat ik die laatste week echt veel meer heb gemerkt, denk wel dat het is geslaagd. Zou je het nog een keer doen? Ja, ik twijfel dus wel, zeg maar, dat stel dat ik echt een week weer echt vol gas iets moet doen of een nieuw project of iets, ja, dan denk ik dat ik het misschien nog wel een keertje aan zou durven. Met welke intentie ben je gaan microdosen? Nou, omdat het van de baas moest. Nee, ik was echt wel benieuwd inderdaad van, hey, wat ga je dan merken? Maar gewoon ook omdat ik natuurlijk nog nooit wat anders had geprobeerd, dacht ik van ja, hoe valt dat dan precies, weet je? Maar nee, die intentie is dus wel. Ja, ik vraag het dan. Die intentie is super belangrijk. We merken dat mensen die geen heldere intentie hebben, vaak ook minder resultaten hebben. En mensen die goed weten waarvoor ze het in willen zetten, dat het ook werkt. Oké. Okay. Nou, ga jij maar even nadenken over een goede intentie voor de volgende keer. Dan sluiten we hier, zoals elke week, af met het favoriete seks- en drugsnummer van onze gast. En Hidde, wat was de jouw? Pony. Ja? Ja, ik zat te denken over allemaal psychedelische Pink Floyd, Jimi Hendrix, maar toen popte deze op en ik dacht, ik vind dit een hele goede keus. Oh, jammer, ik had hem helemaal aangesloten, maar
Mag ik dat doen?